De gemeente gaat Dorpstraat nummer 19 aankopen en wil daar een cultuurhuis maken. Wat is een cultuurhuis? Heeft de raad vanavond besloten om Dorpstraat 19 aan te kopen. En het idee is daar om partijen als Stichting Oud Zoeterwoude kunst en cultuur in te huisvesten. Maar bijvoorbeeld ook een club als De Buren, waarbij je dus verschillende invalshoeken hebt. Cultuur, erfgoed, maar tegelijkertijd ook het samen zijn, de maatschappelijke functies. En op die manier een versterking van die functies te geven, maar tegelijkertijd ook een input en een verbetering van de levendigheid aan het Dorpsplein. Nou, heeft de gemeente een paar weken geleden het pand wat ze hadden aan het Dorpsplein gesloopt en nu gaan ze een nieuw pand aankopen. Had het niet in het oude pand van de Chinees gekund? Dat is inderdaad een vraag. Ik kan me goed voorstellen dat je die stelt. Alleen als je kijkt naar het pand van de Chinees, dat was volledig afgeschreven. Daar moesten ook in het kader van de duurzaamheidsmaatregelen die je als overheid moet treffen, zoveel aan gebeuren dat dat geen serieuze optie was om te doen. Wat vindt Progressief Zoeterwoude daarvan? We vinden het een heel sympathiek idee. Sowieso voor de uitstraling van het Dorpsplein. Wat meer reuring, een centraal punt waar mensen kunnen samenkomen, elkaar kunnen ontmoeten. Ja, dat draagt zeker bij aan de verlevendiging van het centrum en dat vinden we een prima plan. De manier waarop de wethouder het wil gaan financieren, dat vinden jullie iets minder goed plan? Nou, dat vonden we nog wel even een vraagstuk inderdaad. Maar we denken dat de oplossing die nu gekozen is prima voldoet. En ja, vooruitlopen op iets wat je nog moet verkopen, dat is natuurlijk toch wel een beetje spannend. Zelfs in deze gunstige tijden voor vastgoed, maar op deze manier is het goed opgelost. Wat is de oplossing? Dat we uit de algemene reserve gaan financieren, maar uiteindelijk de opbrengsten vanuit de panden, de oude bibliotheek van Aloysiusschool en Suetanborg wel terug gaan vloeien in de reserves. En voor nu hebben we ook besloten dat het kameleonterrein buiten beschouwing blijft. Dat was in eerste instantie de bedoeling mee te nemen, maar dat legt meteen een claim op de toekomst van dat terrein. En wij willen daar nog wat vrijheid hebben om ook een andere bestemming te kunnen kiezen. En dat is op deze manier ook geborgd, dus wij zijn tevreden met deze uitkomst. De gemeente heeft net ingestemd met de aankoop van Dorpstraat nummer 19 om daar een cultuurhuis in te gaan maken. Maar de VVD vindt dat niet zo'n goed plan. Nee, inderdaad. Wij zijn voorstander van het maken van zo'n soort cultuurhuis, al willen we het niet zo noemen. In de oude bibliotheek, de oude Sint-Aloysiusschool, die is eigendom van de gemeente. En dat zou de perfecte locatie zijn om daar de Stichting Oud Zoeterwoude samen met Stichting Cultuur en Kunst en Cultuur onder te brengen. De pand is daar toch veel te groot voor? Ja, inderdaad. Maar daarom willen we ook een deel daarvan gebruiken om de twee stichtingen onder te brengen. En het restant zouden we willen verkopen aan een commerciële partij om daar appartementen of wat dan ook te realiseren. Zodat we daarmee de kosten voor het verbouwen kunnen dekken. Ik begrijp heel goed dat de Stichting Oud Zoeterwoude zegt, ja, het liefst had ik aan de Schenkel weggezeten in de oude Aloysiusschool. Want dat past heel erg bij de stichting. Alleen dat is een enorm groot pand, enorm duurpand, te onderhouden en dan zeker om het op te knappen. Wij moeten ook een beetje op de centen letten. En ik denk dat er met overleg heel veel mogelijk is door die drie partijen, De Buren, Stichting Oud Zoeterwoude en de Stichting Kunst en Cultuur. Die vullen elkaar echt wel aan op bepaalde punten. Je kan ook dat die ruimte best inrichten, denk ik, dat ze elkaar niet in de weg lopen. Maar zeker met een partij als De Buren, waar gewoon toch een hoop senioren op afkomen, gaan overdag gewoon wat leven in de brouwerij brengen door op zo'n plein te wandelen. Nu zal het niet zoals in Frankrijk worden, denk ik, dat de oudjes 's avonds in de avondzon met de Jeu de Boebal in de hand op het Dorpsplein zitten. Maar dat zou wel de ideale situatie zijn, dat het echt een beetje een pleisterplaats wordt. En ik ben echt van mening dat dit een eerste stap is daarin.